Hey kijkers en kijkers, welkom bij alweer een nieuwe Minecraft Farm tutorial video. Vandaag ga ik jullie, zoals in de beschrijving, of zoals in de titel waarschijnlijk al staat, een automatische AFK koeienfarm laten zien. En hij is helemaal niet moeilijk, we gaan hem gewoon lekker in elkaar knutsen, het is geen moeilijk gebouw. Het lijkt een heel klein beetje soort van op de kippenfarm, het heeft er een heel klein beetje van weg. Maar we gaan in ieder geval gewoon snel beginnen, want het is wel eventjes werk. Nou, wat je allemaal nodig hebt, en ik bedenk me ineens dat ik de level vergeten ben. Die is er wel handig om erbij te zetten. Zo, dit is wat je allemaal nodig hebt. Nou, ik zou voor ongeveer 2 stacks bouwblokken gaan. Dit is als je hem maakt zoals ik hem nu maak. Je kunt natuurlijk aanpassingen doen. Ik bedoel, glas is niet per se nodig. Je kunt daar ook gewoon bouwblokken pakken, maar het ziet er wel grappig uit. Dus 2 stacks bouwblokken heb ik, 17 glas, een ladder, 2 bordjes, 6 kisten, een hendel, een comparator, 2 redstone torches, 6 redstone, 4 repeaters, 7 hoppers, een daylight sensor, 2 observers, een dispenser, 6 droppers, een lava bucket, zoveel wheat als je maar kunt vinden en een automaat of en een spawn koe. Dat is wat we nodig hebben, dus hups, deze kan weg, zo. En dat gaan we dan nu eventjes allemaal bijpakken, zo. Oké, nu kan deze weg. Dank u wel. Wat je ook nodig hebt is een vlak van 6 bij 5 blokken. En je moet 8 blokken hoog kunnen bouwen. En dat is het. Dat is alles wat je nodig hebt voor deze miraculeuze, fantastische creatie. En wat je er ook nog bij nodig hebt, bedenk me ineens, maar dat kun je van de meeste blokken wel maken, is een stuk of 10 slabs. Die heb je ook nog. Die zijn ook wel op zich best wel belangrijk. Oké, wat je erbij moet gaan pakken. Nu eerst is blok of quartz. De hoppers moeten we hebben. We moeten alvast een dropper hebben. En redstone hebben we ook alvast nodig. Ook hebben we al wat kisten nodig. En we gaan gewoon beginnen met bouwen. Nou, wat je moet gaan doen. Je gaat op de onderste laag. Weet je wat ik maak? Ik wil even een ander blok. Minecraft stained clay. Dubbelpunt. Steend hardend clay, ook goed. 4 of zo. Oh ja, dat is geel. Dat is goed. Oké. Wat je moet doen, je moet hier 6 blokken plaatsen. Zo. Zo. Hier 1, 2, 3. Niet 4. Dan hier 1, 2, 3, 4, 5. Hier 1, 2, 3, 4, 5. Plaats hier een hopper. Ik bedoel een dropper, geen hopper. Omhoog gericht. Hier zet je 2 redstone neer. Zo. Hier zet je dan 2 kisten neer. Zo. En dan pak je de hopper. Shift ingedrukt houden. En alles hier er tegenaan plaatsen. Nou, dan heb je dit. Dit is de eerste laag die je op deze manier... En het gaat weer regenen. Pot vol koffie. op deze manier gaat het allemaal een stuk sneller. Weet je wat, we doen het gewoon even zo. Zo, nu moet het wel goed zijn. Wat je voor de volgende laag nodig gaat hebben, dat pakken we er ook wel even bij. Je hebt nog steeds de dropper nodig. Die ga je nog wel even nodig hebben. Glas hebben we ook alvast weer nodig. De hopper. Kisten, slabs, redstone torch. Oké, wat je moet gaan doen. Je gaat hier nu weer zo'n 6 blokken plaatsen. Zo, hier... weer 3 blokken hier. Zo. 1, 2, 3, 4, 5. Hier weer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier. Zo. En dan hier in het midden een blok. Zo. Hier plaats je 2 kisten. Hier ook 2 kisten. Een dropper erbij pakken. Shift ingedrukt houden. Zet je hierop. En een redstone torch. Die zet je hier zo neer. Oké. Dan pak je een hopper erbij, die zet je hierop met shift. En 2 glasblokken, die kun je hier neerzetten. Nou, dat was alweer deze laag. Gaat lekker rap zo. Volgende laag, wat je gaat nodig hebben. Wat je gaat nodig hebben, wat een zin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hier zo. Dan hier, dit kun je allemaal gaan opvullen. Tot aan hier zo. Dit kan allemaal opgevuld. Zo, zo. Volgens mij zelfs. Even kijken. Nee, deze niet. Hier moet 2 glas. Zo. Deze moet weg, sorry, mijn fout. Dan, pak je slabs, die zet je hier zo neer, zo boven die kisten, zodat je in die kisten kunt. Hier zet je een dropper weer neer, pak je de redstone erbij, die zet je hier neer. En de hendel, de lever, die zet je hier neer, zo. Dus nu heb je hem zo staan. En dit is alles wat je nodig hebt voor deze laag. Nou, de volgende laag wordt een flink feest. Dat wordt een hoop redstone. Dit is de moeilijkste laag eruit. Let goed op hoe ik alles bouw. Nou, 1, 2, 3, 4 blokken hier. 1, 2 blokken hier. 1, 2, 3 blokken hier. Eentje hier. En vervolgens nog 2 blokken hier. Waarvan eentje boven die hendel zit. Nou, dan pak je weer een dropper. Die moet hierop. Shift ingedrukt houden erop zetten. Een hopper er tegenaan. Dus zeg maar dat hij die kant op wijst in de dropper. Zo, dit doe je. Dan het glas erbij pakken. Die zet je hierop. Zo, dit kun je leeg laten.
Volgens mij moet hier een sign, als ik het goed heb, maar dat weet ik eerlijk gezegd niet heel... Nee, weet je wat, doe maar. Wacht. Hier onder moet nog een sign, die ben ik even vergeten. Zo, hier moet een sign, daar. Hier moet één sign, hier... Jongens, daar moet een sign, zo. Daar moet een sign. Nou, dan zet je hier je dispenser, die haal je erbij. Die zet je hier neer, zo. Dan pak je de... nu gaat het feest beginnen met de observers. Eentje zet je... Fout om, zo neer. Dus dat is een mooie gezichtje, die kijkt weg van de dispenser. Wat je dan doet, dan zet je hier een repeater neer. Die moeten we even gaan pakken. Repeater, klik je 1, 2, 3 keer op, dat die maximale stand staat. Hier een redstone. Zo, dan pak je hier een nieuwe... Op, staat weer de verkeerde kant op. Zo moet die staan. Dan pak je hier een... Daylight sensor, die zet je hier neer. En een comparator, die zet je hier neer. Zodra het nu dag wordt, krijgt dit een dubbele update. Dus hier in die dispenser doe je dan de lava bucket. Ik zal het even snel laten zien. Slash time set 16. Zo. Nu zoals je ziet, nu gaat hij aan uit. En als het weer dag wordt, gaat hij ook weer aan uit. Het is hetzelfde systeem als in de kippenfarm. Nou, dan moeten we hier nog ook een aantal dingen gaan doen. Hier komt een redstone. Even de repeaters erbij pakken. Zo. Hier zet je een repeater neer. Dan zet je op 1, 2, 3, of ja, 4 ticks. Je klikt er 3 keer op. Zo, dan zet je hier een repeater. Hier een repeater. Hier een redstone. En hier een redstone torch. Zo. Nu krijg je een hele mooie klokachtig systeem ding. Nou, die kun je even uitzetten door die hendel over te halen. Nu staat het systeem in principe uit. Nou, dan heb je dit allemaal weer fijn gehad. Als goed is deze laag nu helemaal af. Dan gaan we door naar de volgende laag. Hier plaats je weer deze hele rand vol met kwartsblokken. Zo. Het klopt dat je hier dit allemaal niet aan het veranderen bent. Gewoon shift inhouden. Zo, dat werkt goed. En dan maak je dit helemaal af. Zo, hierheen. Hier laat je een gat vrij. Zo, en dan hiero. Als ik het goed heb, wacht. Dan moet ik even kijken hoor. Zo, nee, hier, zo, ja, zo moet hij. Wat je dan doet, dan zet je hier een blok neer. Hier een slab, hier een blok, hier een blok, zo. Dan hier een blok en hier een blok. Pak je de ladder erbij, die zet je hier neer, zo. En dan kun je dit helemaal opvullen met blokken. Zo, en nu heb je dit en nu moet hier natuurlijk nog 2 glas bij. Zo, en dit is het... voor hier wel. Ik heb oprecht geen idee waarom dit een leeg blok is. Ik denk dat het opgevuld moet zijn, anders dan zien we dat dadelijk wel. Nou, dan gaan we naar de volgende laag. Ik heb zeg maar naast mij op een ander beeldscherm heb ik alle lagen één voor één staan. Omdat het anders heel moeilijk uitleggen wordt met zo'n moeilijke machine. Dus we gaan op door naar de volgende laag. 1, 2, 3, 4, 5. Zo, dit helemaal opvullen. Hier helemaal glas. Zet je helemaal hier zo neer. Dan kun je dit helemaal tot aan hier opvullen. Hier zet je 1 redstone neer. En ik bedenk me ineens, dit blok is fout, hier moet een dropper staan. Zo, dus shift ingedrukt houden en die dropper neerzetten. Dan ga je op deze slab staan. Hier zet je een dropper neer die zeg maar die kant op wijst. Zo, en dan heb je dit ook allemaal af. Nu moet je hier in het midden nog 1 blok plaatsen en een sign pak je erbij. En die plaats je hier ook, zo. Nu, de volgende laag erop. Hier kun je wel onderhand veel meer gaan opvullen. Hier kun je dit zo gaan doen. Zo, dit moet open blijven. Dus je pakt even een slab erbij, die zet je hier neer. Zo, hier kun je een slab neerzetten. Pak je weer normale blokken. Zo kun je dit allemaal gaan opvullen. Je kunt hier ook glas neerzetten. Zo, dit kan ook. Dan vul je dit helemaal op. Zo, hier helemaal. Pak je de waterbucket erbij, die ik niet bij de benodigdheden had staan. Lekker handig. Dus je moet ook een waterbucket hebben. Zo, en nog een sign. En die zet je hier neer. Dus je had ook 3 signs nodig blijkbaar. Oké. Handig, lekker bezig, Lars. Gaat goed. dan, de laatste laag, die kun je er gewoon opzetten. Doe je gewoon zo. Hier, zo. Hier erop. Zo. En hier erop. Nou, nu heb je, als het goed is, is het hele systeem af. Ik ga ervan uit dat die werkt. We pakken er even wat wiet bij. In deze kisten hier kun je namelijk zoveel mogelijk wiet gaan gooien. Als je maar wilt. Dus we gaan gewoon alle wiet erin gooien die we hebben. Zo. En nu gaat alles automatisch hier in deze hoppen. Nou, als je het systeem aanzet, zul je zien dat dit gaat hier omhoog. Zo. En als het goed is, gaat het hier dadelijk. Ja, zie je, het gaat dispensen. Het komt eruit. Het gaat er weer in. Zo. Dus je ziet dat dat een rondje maakt. Nou, wat jij moet doen, het idee is dat je hier staat. Zo. Dat je hierop gericht bent. En dat je hele inventory, dus met allemaal steen. Bijvoorbeeld zo'n rotzooiblok. Een steen of deur of zo. Dat je dit doet. Zo. En dan kun je rechtermuisknop inhouden. En zodra dit nu vol is. Dan gaan de items gewoon naar beneden en dan gaan ze in de hopper. En dan cyclen ze gewoon door het systeem heen. Dus dat is het handige hiervan.
Wat je dan moet gaan doen, ik ga hem weer eventjes uitzetten hoor, zo. Wat je dan moet gaan doen, je pakt even je koeien. Dat kunnen er een aantal zijn. Ik heb het eerlijk gezegd niet getest voor heel veel koeien, maar voor een paar. Ik heb geen idee wat de maximale hiervan is, dat zien we vanzelf wel. 3. Ik heb per ongeluk al een kleine koe gespannen. Lekker handig. Zo, ik heb nu volgens mij zo'n 5 of 6 koeien of zo. Wat het idee hiervan is, die kleine koeien, die kunnen hier door dit blok, ik zal even in game mode 3 gaan, die kunnen hier zo, kunnen ze door deze sign langs de ladder naar beneden vallen. En dat doen ze op den duur ook. Het kan dat ze eerst een paar keer een rondje draaien, maar uiteindelijk zullen die kleine koeien allemaal hier doorheen vallen. Dus we wachten even tot het gebeurt. Draai rond, kleine koe. Zo, en nu gewoon erin gaan. Dank u wel, zie je? Dus ze gaan er gewoon, ze vallen hier naar beneden toe. En als je dan hier gaat staan, zo, met die Wii-truc die je dus doet, dus je pakt de Wii erbij, zo. Je doet je hele inventory vol met stone of dirt of zo. Zorg dat er geen andere Wii-slot kan openen. Zo, je zet je machine aan. En je gaat hier gewoon staan. Je gaat AFK en je houdt de hele tijd rechtermuisknop ingedrukt. Hier kun je gewoon, in principe, je kunt je computer een dag lang alleen laten staan als je maar iets op je rechtermuisknop laat liggen. En die kleine babykoeien, dit gaat gewoon ronddraaien en die babykoeien gaan hier invallen. En zodra het dan, ik ga hem even uitzetten, zodra het dan nacht wordt, dan ik zal het even zien, time set 16.000. Dan komt hier lava uit, zo, plop, plop, en dan gaan alle koeien die daarvoor gegroeid zijn, dus die groot geworden zijn, die gaan allemaal dood. Nou, ik moet alleen wel erbij zeggen, 1 koe, dat is misschien een van de minst handige dingen aan dit systeem, maar het gebeurt wel. 1 koe moet 2 keer door een lava geraakt zijn voordat het werkt. Nou, dat is in principe, dat is geen probleem. Oh, een nieuwe koe. Dat is geen probleem. Maar het duurt alleen ietsje lang. Dus als we nu time set 6000 doen zo, nu gaat er 1 keer lava uitkomen en die koe gaat bijna dood. En nu als hij dadelijk ophoudt met branden, dan moet hij nog een keer in de hands komen. Dus iedere koe heeft een dubbele lading nodig, als het ware. Dus ik zal het nog even laten zien. Zo, nacht. En als het goed is, dan gaat hij nu dood. Dood. Zo. En nu zie je dat ze, als het goed is, een steek die komt in de kist. Dus 3 steken hebben we hieruit gekregen. En het leer ook. Dus met een beetje geluk krijg je hier superveel steken uit. Nogmaals, ik weet niet hoeveel koeien er hier bovenin kunnen. Dat heb ik niet getest. Ik denk dat er best wel wat zouden kunnen zijn. In ieder geval, het systeem werkt heel goed. Als je deze kisten helemaal volgooit met wheat voordat je gaat beginnen. En je zou er trouwens ook nog meer aan kunnen verbinden. Je zou dit nog verder naar achter door. En dan had je er nog meer wheat in kunnen doen. Maar en je gaat hier gewoon staan en je doet dat trucje. Dan kun je gewoon een dag lang je computer laten staan. En dan heb je, weet ik veel, je hele kist vol met steek bij wijze van. Dus, nou, hopelijk vond je het allemaal een leuke en interessante video. Laat zeker eventjes in de reacties achter welke farm ik de volgende keer moet gaan uitleggen. Deze farm was al een paar keer aangevraagd. Een automatische leerfarm of een automatische koeienfarm. Maar dit werkt echt perfect. Dus, hopelijk vond je allemaal een leuke video. Mocht dat zo zijn, druk dan zeker even op het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet gedaan had. En dan hoop ik dat ik jullie allemaal terug zie bij de volgende video op dit kanaal. See you all later!